Een van de partners van de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur is de Van Eyck Groep, met bergingsbedrijven in bijna alle delen van het land. Veiligheid is voor ons heel erg van belang. Al onze mensen worden intern op de Van Eyck Academy opgeleid, conform wet en regelgeving. En ook daarbij nog richtlijn eigen veiligheid bij incidenten. Wij werken op en rondom de snelwegen. Wij werken op en rondom onderliggend wegennet. Er wordt hard gereden op snelwegen. Ja, onze mensen gaan 's avonds ook naar huis, hebben vaak ook een gezin. Dus ook voor hun is het van belang om veilig thuis te komen. Om snel de juiste hulp aan hun klanten te kunnen bieden, legt bijvoorbeeld de eigen alarmcentrale van TVM direct contact met de berger. Van Eyck Takelaar en Bergingen, goedemorgen met Tom. Hey Diana, goedemorgen. TVM heeft zijn eigen meldkamer, waarmee ze zich onderscheiden van andere verzekeraars, die 24/7 beschikbaar is voor hun klanten. En vanuit daar krijgen wij ook de opdracht. Wat heb je voor ons? Aanrijding, wederpartij, trekker, oplegger in Frankrijk. Met de chauffeur alles goed? Oké, dat is het belangrijkste voor ons. Op de vestiging Eindhoven staat het meest geschikte bergingsvoertuig, dus daar wordt de opdracht naartoe gestuurd. Hey Rudy, ik heb voor TVM een trekker met schade in Frankrijk. Ik kreeg nu een opdracht om een trekker te gaan halen bij de Bas. Dat is de Volvo dealer. En die pik ik daar aan en dan naar Frankrijk. Daar staat een kapotte trekker. En daar lever ik de goede trekker af en dan neem ik de kapotte weer mee. Waarschijnlijk gaan we niet redden om heen en terug te rijden. Dus het zal een overnachtingje worden. Dan lever ik de trekker af, dan kan de chauffeur die kan verder. En ik blijf daar overnachten. En daarna rijd ik met de defecte trekker weer terug deze kant op. Deze auto is eigenlijk voornamelijk voor een transport te doen met een vrachtwagen. En als je met deze auto als eerste bij een berging aankomt en je hebt een kraan of iets dergelijks of iets zwaarders nodig, dan hebben we er nog eentje staan bijvoorbeeld. Die heeft een rotator erop zitten. Dat is eigenlijk een kraan waar je mee kan lieren. En die moet je dan dus ook gewoon bijbellen en daar komt dan gewoon iemand anders mee naar de locatie toe. Goedendag. Goedemiddag. Ik kwam een trekker ophalen voor Van Eyck. Ja, ik had er iets van gehoord. Kijk eens. Hartstikke mooi. Leslie, kijk eens. Oké. Kampen zijn bij de wiel. Voilà. Yes. Kijk eens aan. Dat is hier voor jou. Hartstikke bedankt. Goed, tot ziens. Hoi. Hey. Voor hij vertrekt, verricht Rudy de nodige handelingen om de huurauto veilig achter zijn bergingsvoertuig te koppelen. Ik zet de blokken. Dan zetten we hem zo op terug en dan hebben we ruimte genoeg om hem fatsoenlijk op te pakken met de vorken. En daar moet je best lenig voor zijn. Nou, lenig niet, maar een beetje ruimte is af en toe wel fijn om te hebben. Hè? Kijk eens, dan hangt hij er in principe in en dan ga ik er een paar kettingen omheen doen dat hij er ook in blijft hangen. Even de andere even als ronde uithalen. Af die buik een beetje inhouden, dan komt het wel goed, hè? Deze is eigenlijk om te zorgen dat mensen achter mij dadelijk mijn verlichting kunnen zien, want die van deze truck die werken natuurlijk niet. Even alles een keer controleren, kijken of alles nog goed vast zit. Want jij moet nog een stukje gaan rijden, dus dan is het wel fijn dat het allemaal blijft hangen natuurlijk. Daarmee start de reis richting Frankrijk. Hoewel voor Rudy de ritten lang niet altijd zo ver gaan. De lange ritten valt voor ons eigenlijk wel mee. Het is net zo'n geval als deze, zeg maar, die hier langs de kant staat. Dat zijn de gevallen wat voor mij nou het meeste gebeurt eigenlijk, zeg maar. En ja, dan haal je hem van de snelweg af en dan kan het gewoon maar zijn dat iemand anders hem doorbrengt naar Frankrijk. Dat is ook gewoon mogelijk. En ja, het is maar net wie is er beschikbaar, wie heeft zijn kaart nog niet vol. Want als je de hele dag gereden hebt, ja, dan kun je ook nog eens naar Frankrijk rijden natuurlijk. Rudy geniet van zijn werk, maar is ook realistisch over wat hij dagelijks onderweg tegenkomt en hoe daarop te reageren.
Je moet sowieso proberen om altijd goed na te denken, goed op te letten. Want ja, je moet er niet vanuit gaan dat iemand anders het doet. Dus je moet eigenlijk alles in de gaten houden om je heen. Ja, de rode kruizen, als die geplaatst worden, dan heb je wel ooit dat ze genegeerd worden. En ja, het is natuurlijk niet dat iedereen de rode kruizen negeert. Maar ja, één die het negeert is eigenlijk al te veel. En dat is gewoon jammer. Zouden ze eigenlijk harder tegen moeten optreden. Al dus een man die in de dagelijkse praktijk ook meemaakt wat de gevolgen van onveilig weggedrag kunnen zijn. Elke dag is anders. Dan heb je lichte berging, zware berging. En kijk, als je met pechhulp iemand weer onderweg kan helpen, dat is altijd fijn natuurlijk. En ja, als iemand een ongeluk heeft gehad, is het ook wel fijn als die gewoon weer opgehaald wordt. Dus dat maakt het mooi. Meer over de Van Eyck Groep, de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur is te vinden op onze website.